Ik ga helpen vasthouden. Ja, kom. Oh, joh, kom. Wij hebben het ook gedaan. Ik pak het doel, ik pak het doel, lichte dames en heren. Voor jou was het een schooldichting voor kinderen. Een heleboel moeilijkjes in. Uiteraard. Het regent pennen. De mooiste zin ervan heeft hij uitgekozen voor jullie. Ze heeft de test ook jullie ook wel een beetje... Zin. Oké. Hij leest het eerst één keer helemaal voor. En dan een stukje. Nee, jij mag voorlezen. Ja, kom. Sjors. Hallo. Ja, dat was in één keer. Hij komt nog een keer stukjes. Kom. Als we een Arabische moskee zien... met slanke minaretten... komma... moeten we ons realiseren dat die... Als we een Arabische moskee zien... Nee. Met slanke minaretten, komma. Moeten we ons realiseren dat die door architecten ontworpen is? Wat? Ik weet niet meer. Maar ben ik daar dus niet van? Nou ja, zeg. Ik weet niet hoe je architecten. En dat wellicht zwaar getatoeëerde. Waarom zit hij hier? Dat heeft niet zo. Nog een keer laten. Ga ik hem doorschrijven? Ja, nee. Wow. Is het briefje al vol? Toen. Sympathieke bouwvakkers deze gecreëerd ik weet al niet meer. Gecreëerd hebben. Ja, lees hem nog maar een keer op. Punt. Ik ga hem al nog. Als we een Arabische moskee zien met slanke minaretten, moeten we ons realiseren dat die door architecten ontworpen is en dat wellicht waar getatoeëerde sympathieke bouwvakkers deze gecreëerd hebben. Mijn pen hapert. Goeie genade zeg. En dan nog 9 andere. Hallo, ik vind deze al lang genoeg. En moeilijk genoeg. Voor een dyslect. We doen het maar met één zin. Ja, zit ook op de game.
Krijg ik nog 10 minuten? Nee. En je mag ook niet op je telefoon kijken. Ik heb wel een verklaring, een dyslectische verklaring. Nou, dan krijg ik extra tijd. Of een extra oplees. Nou, vraag maar of Jos hem nog een keer opleest. Nee, het is geen zin, want ik weet het toch niet. Ik weet niet, het is maar van elkaar. I don't know. Nou, opletten. Sjors. Oh ja, opletten. Laat kijken. Alsjeblieft. Ja, nee, ik ga niet meer leven. Ik ga het niet meer leven. Ik ga het niet meer leven. Naam erop! Heb ik gedaan. Naam erop was het. Naam erop. Volgens mij heb jij een nieuwe t-shirt, Sjors. Hij heeft een Sietouwen lettershirt. Leuk, maar wat van kopen. Nou, meestal wil ik van die topspeltjes. Dus van de richter die dan op de topspeltjes. Mijn auto is nog vrij, hij had helemaal geen 10 punten. En die haast niet meer. Ja, zegt ze, ik kan ze wel kopen. Maar het is geen met die minnaar, het is een minaret. Minaret en minnares dan? Als je mag kiezen, wist ik het wel. Ik weet het niet, ja. Weet je niet? Ik heb heel veel fout. Arabisch met hoofdletters? Moet Arabisch met hoofdletters? Architect met drie fout. Ik zat te twijfelen, kamers. Ja, maar we hebben briefjes ingelezen bij Sjors. Okay. En ik had nog iets.